Vrienden, hebben jullie het gelezen ook? Ja, over dat evenement met die 10.000 man in Breda. Ja, gaat niet door. Nee. En daar ben ik zo verschrikkelijk blij om. Ja, dat ga ik je vertel ik zo wel even. Maar hey, de welke halve garen, want daar gaat het dus over. Welke, heeft nou bedacht om daar met 10.000 man, in deze periode, hè? Ik wil de cijfers lopen op, die gaan dwars door het dak heen. En doen het op, gaan ze daar dus op een parkeerplaats staan in Breda en zeggen, wel leuk. En dan doen we dan met 10.000 man boven elkaar. Ja, zeg. En niemand mag niks, hè? Nee, wat denk je daarvan? Dus je gaat zoiets organiseren. En natuurlijk kwam natuurlijk de horeca. Ja, en vooral in Breda. Die kwamen natuurlijk met dit. Die maakte even deze. Kijk even mee. Ja, hop, die zei, waarom is die lange neus naar ons? Dat vroeg natuurlijk de horeca. Die begreep er natuurlijk helemaal niks van. Want als die met 4 mensen bij elkaar zitten aan een tafeltje. Dan is er op het terras, dan is er al paniek. Oh, stress, kan allemaal niet en noem het op. Maar je mag wel met 10.000 man op zo'n parkeerplaats gaan staan. Dat verzint dan ook nog zo'n burgemeester, meneer Depla. Die verzint dat dan in Breda. En die doet dat dan op 400 meter, kun je het voorstellen, 400 meter afstand van het Amphia ziekenhuis. Ziet hij, waar de mensen dag in dag uit aan het knokken zijn om mensen in leven te houden. En dan, dat is allemaal maar normaal. Dus er kwam een chirurg, ja, van dat ziekenhuis. Ik ben zijn naam even kwijt. Maar die meneer, die zei, hey, maar hier hebben wij geen trek in. En die kwam met een petitie. En die zei van, ho, dit willen we niet. En hup, honderdduizenden mensen, die gingen die petitie steunen. Ja, gelukkig. En dat bedoel ik. Daarom ben ik zo blij. Ja. Want ook de lokale politiek, die kwamen natuurlijk in opstand. Die zeiden ook, dit kan helemaal niet. Zelfs de GGD, die blunder op blunder stapelt, die zeiden van, nou, dit lijkt ons geen goed idee. Dus dat ging, en zo ging het maar door. Maar uiteindelijk, want ja, het gezonde verstand, vrienden, in Nederland, dat bestaat dus gewoon, dat is er nog. Want ik was het even kwijt, want soms, ja, jullie lezen ook, allemaal mensen met die rare en vreemde ideeën over die corona. En nee, in dit geval, nee, gelukkig, het gezonde verstand is nog gewoon mut en mut vol in Nederland. Het is nog volop aanwezig, gelukkig wel. Nou ja, dat hebben we nu gezien. En als je dan volhardt met z'n allen, dan kan je gewoon de leiding, zoals kabinet, want die zeiden ook, is allemaal goed met die 10.000 man, en zo'n halfgare burgemeester van Breda, die kan dan gewoon tot de orde roepen en zeggen van, nou, hier hebben we geen zin in. Hey, goed luisteren, kabinet, burgemeester, we willen dit niet. Punt. Kijk, en nu gaat het gewoon dus niet door. Hiepje de piep. Hoera. Hey jongens in Breda. Fantastisch. Ook mensen in Nederland. Jullie hebben allemaal meegedaan ook aan die petitie. Het gezond verstand is er nog steeds. Top.